Prachtig om hier te zijn, hartelijk maandag. En je krijgt het hier eentje van je en even Radio Rijnmond, Sportsaar, SPA, Sportsaar, toch? Zeg, we zullen ook krijgen, hè? Zeg, je schande, hè? Dat mensen jij op tv komen. Zeg, ik zou nog voor jou, echt waar, hè? Zeg, dag, zo eens even je mond houden, papi, pak. Ga lekker zitten, jongens. Nou, het is heel spannend vanavond. Ze hebben elkaar eerst een poosje gek gemaakt. Maar na een korte flirt van een paar dagen en een geslaagde koppelpoging staat alles nu op scherp. Was het liefde op het eerste gezicht? Nou, nee. We zijn eigenlijk meer elkaars tegenpolen. Ja, want Mark, jij kwam eigenlijk eerst uit een hele dirty divorce. Ja, ik had een moeizame relatie achter de rug van 2 jaar. En dat is alles bij elkaar niet zo vrij afgelopen. Want? Nou, er was een derde in het spel. Een nogal onberekenbaar blondje. En dat hou je op termijn toch niet van. Nee, dat hoor je wel vaker, hè? En hoe was dat voor jou, Diederik? Nou, Diederik heeft eerst nog een tijdje openlijk met een andere partij lopen flirten, hè, Diet? Ja, maar uiteindelijk snapte ik ook wel dat we het samen niet zouden rooien. En die andere partij die wilde ook iets te graag. Dus dat vind ik ook niet sexy. Nee. Nou, uiteindelijk is het toen allemaal heel snel gegaan, hè, Diet? En nu hebben jullie voor elkaar gekozen. Nou, de kiezer heeft voor ons gekozen. Het is meer een soort van verstandshuwelijk eigenlijk. Oh, jongens, wat ontzettend romantisch. Echt, ik hou het niet droog. Van wel 25 miljoen euro. Ja, ik ga aanbellen bij dit huis. Week van Willy Borg. On ice. Zorg het vooruit. Nee, dat moet ook blijven staan. Vind je dat normaal? Nee, dat moet ook zo dapper zijn om op zijn woord te staan. Eerst zeker dat je niet genoeg aandacht krijgt en dan maken dat je wegkomt. Lafaard, viesbeuk, kan je wel. Weerloze kinderen laten vallen met je PvdA. Dat is te gek voor woorden, hè? I was swimming pretty, but now I'm just a perky. And in dit roze pakje, like ik op een gebakje. Praxis uit een boze, een angel ben ik nu, maar er wordt nu heel veel gefloten. Ik eet echt continu en I sing oliebollen, appelflappen. Ben nooit meer high, heb het verruild voor happen. Out of money, moet weer zingen. Bijna 40 en met 3 kinderen. Hee ha, hondenlul, en dan laat ik zitten, het is toch flauwekul. Als ik met me kom, ben ik mijn zakken maar vul. Mijn duikje met veel candy. Ook omdat onze namen beginnen met een N en een S. Nee. Nee, ik ben Nick en jij bent Simon. Toch? Dat weet toch niemand? Ja. Ook omdat onze namen beginnen met een N en een S. Maar bij ons loopt alles op rolletjes. Al hebben wij ook wel eens last van de blaadjes, zou ik maar zeggen. Dus een echte link met de NS, daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, ook omdat wij het hele land afreizen voor onze snabbels in een grote, dikke, vette Mercedes. En echt niet met de trein. Volgens mij is er in Volendam niet eens een station. Ik ben niet snel tevreden. Als journaliste heb ik daar natuurlijk een neus voor. Ik ruik het meteen als er stront aan de knikker is. Als er ergens een luchtje aan zit, dan ben ik weg. Dag, schat. Ik ben altijd en overal enorm kritisch. Vooral op mijn kleding. Oeps,
Boobies. Laat mij de was nou maar doen, want Bram die houdt zich vaak niet aan de regels. Die maakt het vaak veel te bont. U schetst een weinig rooskleurig beeld. Maar ik doe het allemaal graag. Bram houdt nou eenmaal van een lekkere, schone bef. Ik hoor het u zeggen. Is het wit genoeg? Prachtig. Want door Bram zijn contacten vindt hij natuurlijk nog wel eens een paardenhoofd in zijn bed. Mevrouw Jinek, uw bewering is abject en info. Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. De hel is niet klaar, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Nee, maar aan het eind van de avond hebben we ook nog dat vuurwerk. Nou, dat vind ik helemaal niks. Vuurwerk, dat vind ik misschien nog wel stommer dan oliebollen. Dat hele vuur, ik bedoel, ik had vroeger geen vuurwerk, ik had helemaal niks. Mijn buurjongen wel, die had vuurwerk. Die had zo'n zak met vuurwerk. Er zat van alles in, er zat een gillende keukenmeid in. En een Romeinse kaars. De verbinding automatisch verbroken. Meneer Geesink, veel succes. Zet hem op. Louis, tegen welk land zal het Nederlands elftal niet spelen in de groepsfase van het aankomend EK voetbal? Roemenië. Dus A, Roemenië. B, Frankrijk. C, Italië. D, Spanje. Dus tegen welke zullen zij niet spelen? Dat weet ik hoor, althans Spanje. Spanje. Ja, meneer Geesink. Wat wil nou het geval? Ik heb een brief gekregen. Ja, meteen even maar even een puntje van orde. Meneer Misschien kunnen we Nichols, de privé-correspondentie van de heer Geesink gelijk maar even buiten beschouwing laten. Ja. Oh. Dat we dus alle brieven van de heer Geesink en het NOC en het IOC en het COC en de WOC, als we het allemaal gaan bespreken. Dan zit ik al lang en breed met twee vleugels op mijn rug te toepen met Bart de Graaf. Ja, Henk, wat had ik ook alweer gezegd? U had een brief gekregen, hè? Ik had een brief gekregen, ja. Dat komt regelmatig komt het voor. Ja. En dit was geen brief van de IOC. Had hij dan niet een beetje onder druk te staan? Ja, zeer zeker. Eruit. Ik zeg eruit met die Rijkaard. Oh ja? Natuurlijk. Fantastische speler. Daar gaat het niet om, maar als trainer totaal ongeschikt, oh. Frits. Ja, zeker. Dat weet zeker. Jij toch net zo goed als ik. Ben je serieus? Ach, natuurlijk. Tuurlijk, een bondscoach die 3 weken voor het EK luidkeels in de Telegraaf loopt te roepen dat de stekker eruit moet. Ja, ik ken toevallig een werkloze trainer op het strand in Barcelona, bij wie de stekker er nog helemaal in zit, hoor. Ja, begint met een L. En het rijmt op Louis van Gaal. Ja, niks Louis van Gaal. Wel Louis van Gaal. Toe, nou, dat uitstekende weet jij toch ook. Foppen. Foppen de Haan. Foppen de Haan. Foppen. Natuurlijk, Foppen moet erin. Als trainer, totaal, wat zeg ik, als speler was hij totaal ongeschikt. Ja. Maar een fantastische trainer, Foppen. Foppen de Haan. Ja. Maar wat zou Foppen dan veranderen aan de lippen op de mijne? Pak maar mijn hand, laat mij de weg wijzen. Er is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen. Assistentie collega's, spoed! Maar je kunt het niet alleen.